Amen. Amen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Den Haag. Goedemorgen Tilburg. Geweldig dat jullie erbij zijn. Dankjewel voor de mooie woorden, Pastor Egald. Die raken mijn hart, vind ik heel mooi. Voor mij is het heel bijzonder om hier te zijn. Zeker omdat ik hier echt ook mijn wortels heb liggen. Ik heb het al eerder gezegd, maar ik blijf het heel bijzonder vinden toen ik nog maar een tienertje was. Een jonge man. Toen waren het Pastor Egald en Mathilde die ook in mijn leven de hand van God al op mijn leven zagen. En mij bij hun thuis uitnodigden in een heel kleine mini-celgroep met ongeveer 4 jonge mannen. En ook uitspraken wat ze in me zagen en wat je vandaag de dag ziet. Dat ze echt zeiden, we geloven dat je als jonge man al op 18-jarige leeftijd het woord zal brengen en doen. Het is allemaal in vervulling gegaan. Dus dankjewel daarvoor. Daar Erik, jullie ook zeker voor. Dankjewel. Ik ben onder de indruk van CLC. Ik vind het een fantastisch mooie kerk. Een kerk waar iedereen thuis mag komen. Waar iedereen erbij hoort. Zo, thumbs up, even een applausje voor jezelf. Dit is echt een hele mooie plaats. Vanmorgen mag ik met je delen, want het is inmiddels al middag natuurlijk, over de reis door je hart. Psalm 139, vers 23, die zegt dit. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwijlt, zie of, of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. Wie vindt het een prachtig mooi psalm? Wie heeft hem wel eens gebeden? Zo iets minder. Nou, ik heb hem gebeden, ik heb hem ook gemeend. Maar pas op met wat je zegt. Be careful what you wish for. Heer, doorgrond mijn hart, zie of er een helloze weg is. Ik weet niet of het herkenbaar is, maar een van de moeilijkste dingen om te incasseren als mens is om te horen dat je iets niet goed doet. Al heb je zo je best gedaan. Is het een beetje herkenbaar of heb ik er alleen last van? Je wil het goed doen. Je wil erbij horen. Je wil eigenlijk complimenten krijgen. Maar soms word je ook gecorrigeerd. Omdat je gewoon fouten maakt, mens bent. En ik weet nog goed dat ik deze gebeden heel oprecht bad. En zei, Heer, als het dan iets is, dan moet u het maar zeggen. Dan moet je iets begrijpen van mijn point of view. Eigenlijk de sprekerskant. En ik denk dat het alleen voor mij is. Maar dat zal voor voorgangers waar zijn. Voor jongens die een publieke bediening hebben, vrouwen. Als ik voor een zaal sta met 400-500 mensen, dan moet je je voorstellen dat er 400-500 meningen zijn over wat ik zeg. En dat is oké. Dat mag allemaal zijn. Sterker nog, dat moet er allemaal zijn. Alleen je hebt wel eens van die mensen die dat komen brengen op precies het verkeerde moment. Ken je dat? Dus dan heb je lekker gepreekt, althans dat dacht je zelf. Een hele hart, ziel en zaligheid uitgestort. En dan is er één dingetje wat je gezegd hebt waarvan iemand zegt, 90% was goed met dat ene dingetje. En dat komt iemand dan even vertellen, net op het moment dat je helemaal kwetsbaar bent, leeggelopen. En eigenlijk bemoediging nodig hebt. Dan komt even tot, het was mooi, maar als je nou, en oh jongens, dat kan zeer doen. Ken je dat? Dus op een gegeven moment heb ik een vuistregel gemaakt in mijn leven. Ik heb gezegd, oké, luister. Mensen mogen inspreken op mijn leven. Absoluut. Maar er is één voorwaarde. Ik luister alleen als ik weet dat ze van me houden. Dat is wijsheid. Als je op alles in moet gaan wat iedereen zegt, dan wordt het echt een heel enerverend leven, maar niet heel stabiel. En daarom geloof ik echt, maar ik geloof ook echt dat God mensen in mijn leven heeft gebracht die van me houden. En van tijd tot tijd kunnen tegen mij kunnen zeggen, joh David, kijk hier eens naar, denk daar eens van. En zo, ik denk zo'n 3 jaar geleden had ik een ontbijtje met een goede vriend van mij. En die maakte een opmerking die me echt raakte. Hij zei, joh David, hij zegt, allemaal mooi wat je doet enzovoort. En zeg maar, hij zegt, soms bespeur ik in je karakter nog wat scherpe randjes. Je bent soms wat fel, heb hier en daar een dingetje. Wat denk je ervan? Zegt hij, wil je niet eens een keertje gewoon met een therapeut gaan praten? Hij zet zijn koffie neer en hij stapt op en hij loopt naar het ontbijtbuffet en hij laat me daar zitten. En ik denk, oh my gosh. Seriously? Meen je? Oké. Alle aanklachten,
als een watervloed over. Ben ik dan niet goed genoeg? Heb ik het verkeerd gedaan? Al die gevoelens bij elkaar. Long story short, ik zei, joh, ik zal erover denken. Gingen op vakantie die bewuste zomer en natuurlijk realiseerde ik me dat ik echt af en toe wel een dingetje heb, maar ik had er niet heel veel last van in mijn dagelijks leven. Dat is vaak zo, hè? Als je nergens last van hebt, nou ja, dan ga je gewoon door zoals je doorgaat, totdat je ergens tegenaan loopt. En ik merkte dat ik daar ook tegenaan liep thuis en ook bij Joyce. En dat ik dacht, op een gegeven moment, ja, weet je, ik vind echt dat Joyce en mijn kinderen de allereerste zijn die recht hebben op een heel en een gezond hart. En een heel en een gezonde reactie. Op het moment dat er dingen zijn die moeilijk zijn of niet leuk zijn. En soms kunnen we flippen, hè? Triggeren. Gewoon uit oude pijn. En daar kunnen we anderen meer pijn mee doen. En hoe gaaf zou het zijn als je daar controle op krijgt? Of als je het weet van jezelf, hoe je om moet gaan. En hoe mooi is het als je als persoon in een bepaalde volwassenheid kunt komen. Als je in balans kunt komen. En ik dacht erover na, die bewuste zomer. En toen dacht ik, ja, het waren hele vervelende woorden. Misschien waren ze waar. Maar er was één ding waarvan ik dacht, ja, deze persoon geeft wel om mij. Hij houdt van me, dat heeft hij bewezen. Hij is daar eerlijk in. Zo ik besloot. Ik zei, nou heer, get on with it. We gaan het doen. Ik ging een reis in en ik moet je eerlijk zeggen, die reis heeft me meer gekost dan dat ik ooit dacht dat het zou doen. Het is moeilijk geweest, het is lastig geweest. Maar ik weet ook dat de wereld vol zit met mensen die op reis zouden moeten, maar het niet durven. En misschien ben ik daarom wel hier vanmorgen om je aan te moedigen. Om die stap te maken en die reis in te gaan. Daar gaan we het met elkaar over hebben. Psalm 84 vers 5. En ik heb hem in het Engels omdat ik hem echt heel erg mooi vind. Uit de NIV. Blessed are those whose strength is in you. Gezegend degene die hun kracht in u hebben. Whose hearts are set on pilgrimage. Die hun hart zetten op die reis. Gezegend zijn degene die besluiten, ik ga op reis met God. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. En de Bijbel zegt, wanneer zij gaan door het dal van wenen, dat is letterlijk wat er staat, maken ze het een plaats van waterbronnen. Het mooie is natuurlijk, ik heb daar jaren geleden zei, een bekende spreker uit Nederland, Kees Goedhart, daar ook al. Hij zei, door het dal moet je heen trekken en niet kamperen. Nou ja, ook heel belangrijk. The autumn rains also cover its pools. And they go from strength to strength till each appear before God in Zion. De Bijbel zegt hier heel mooi, gezegend zijn hen die besluiten om op reis te gaan. En die door het dal van Baca, het dal van wenen trekken. Om uiteindelijk van kracht tot kracht voor te gaan en te komen voor het aangezicht des Heren. Er zijn te veel jojo-christenen vandaag de dag. Vandaag ben ik down, morgen ben ik up, weet je wel. En afhankelijk van hoe je omstandigheden zijn, of iemand je aangekeken of niet, aardig voor je is geweest of niet, wel gezien heeft of niet, gegroet heeft of niet, stel dat je daar allemaal geen last meer van hebt. Oh, ik weet niet of het ooit zal lukken, maar ik denk dat we een heel eind kunnen komen. Omdat ik echt geloof dat je een solide basis kunt ontwikkelen van binnen in je eigen hart. Waar je jezelf kent, jezelf accepteert, jezelf waardeert en omarmt. Wanneer je erachter komt, zoals ik dat deed, dat je hart verwond is, dan kun je eigenlijk maar drie dingen doen. In principe zou ik durven zeggen dat ieder mens rondloopt met bepaalde verwonding. Of dat nou is vanuit je opvoeding, of dat nou is vanuit je omgeving, of je gepest bent op school, zoals ik dat ben vroeger. Er zijn dingen gebeurd, je bent misschien bedrogen. Het kan van alles spelen, waardoor je hart verwond raakt. Dus één, schaam je alsjeblieft niet voor het feit dat je merkt dat je pijn hebt. Het is oké om niet oké te zijn. Dat mag gewoon. En in de kerk al helemaal. Nou, twee, er zijn dan dus drie dingen die je kunt doen. Dan gaan we even naar de eerste. De ene is eigenlijk, dat doe je automatisch. Dat is een overlevingsstrategie. En de psychologie noemt het ook wel copingen. Dus je leert omgaan of je pijn automatisch te ontwijken. En daar word je zo goed in dat je niet eens eens merkt dat je het doet. Dus wat heb je dan nodig? Dan heb je iemand nodig die eerlijk tegen je is. Die je spiegelt en zegt, joh, kijk eens hier naar. Kijk, waarom doe je dit, waarom doe je dat? En het kan soms awkward pijnlijk zijn. Nou even, voordat ik de diepte nog wat verder induik, één ding is zo belangrijk. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had dat nog niet heel erg goed op orde. Ik, ondanks dat het feit, hè, ik kom uit het gelovige gezin, gelovig opgegroeid, merkte ik nog dat ik heel veel zat in goed en fout en in het verdienen van de liefde van God als ik
iets goed had gedaan, dacht ik, verdiende ik wel een schouderklopje. Als ik een fout had gemaakt, dacht ik, nou, weet je wel, vond ik het toch moeilijk. Als ik het toch nog een beetje moest verdienen. Als je op deze reis gaat en ontdekt dat je dus niet perfect bent, zoals je altijd had gehoopt dat je was, dan heb je die solide basis van het kruis nodig. En dan gaan we ook eindigen straks, dat Gods onvoorwaardelijke liefde allereerst voor jezelf, voordat je het voor de hele wereld breken kan. Zo belangrijk om te weten, je bent oké met wat je ook ontdekt. Welke dingen er ook uit de kast komen. Welke coping je ook ontdekt. Welke vluchtmechanismes je ook ontwikkeld hebt. Je bent oké, je bent geliefd, je mag er zijn. Je bent awesome in zijn ogen door het werk van Jezus Christus. Is dat ook alright? Komt die binnen? In Tilburg ook? Top. Tweede wat je kan doen. Je kan vluchten voor de pijn en je kan het verdoven. Dat zei ik net al even. De reden dat drugs, alcohol, seks, nou noem maar op, allemaal zo populair is, is als we het maar niet voelen, dan is het oké. En hoe verder we het wegdrukken, hoe harder die bal soms naar boven komt. Ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt om een grote skippiebal onder water te houden. Nee? die komt een keer, of gewoon een voetbal, hij komt een keer omhoog. Hoe ver je hem ook wegstopt, hij komt een keer omhoog. En meestal, op het moment dat het het minst goed uitkomt. Vervelend, hè? Maar dat is goed nieuws. Hou je vast, we zijn onderweg. Het derde wat je zou kunnen doen, en mijn inziens het allerbeste, is de pijn onder ogen zien en er doorheen gaan. Je tranen huilen om de dingen die je moeilijk vond, toe te geven waar je bang voor bent, eerlijk te zijn over dat je jaloers bent of dat je veel vergelijkt en dat je denkt, nou, wie ben ik nou? Worstelt met afwijzing. Ook ik worstel daarmee. En ook ik heb die dingen onder ogen moeten komen. En hoe meer ik dat in mezelf ben gaan omarmen, hoe meer genade ik kan toepassen op mijn eigen leven, hoe sterker als dat ik word van binnen. Ik ga van kracht tot kracht. Laat me niet meer zomaar afschrikken door wat me gebeurt of gezegd wordt. Ik weet steeds beter. En Joyce kan het, denk ik, beamen. Het is stap voor stap. Het is niet in één moment. Het was niet één bliksemschicht uit de hemel. En I'm still growing in mijn proces. Naar het worden van die persoon waarvan ik echt geloof, die mag er zijn. Laten we kijken. 1 Samuel 27 vers 1. David is hier bang voor Saul en hij heeft angst. En vanwege angst schiet hij in verkeerd gedrag. Vandaag of morgen, zegt David, val ik natuurlijk toch in de handen van Saul, dacht David bij zichzelf. Ik kan me dus maar beter in veiligheid brengen in het land van de Filistijnen. Dan zal Saul het opgeven om mij door heel Israël te achtervolgen en kan ik aan hem ontkomen. Angst is geen goede basis voor gedrag. Als we bang zijn voor dingen, gaan we dingen doen die we eigenlijk niet moeten doen. En David die sloot zich aan bij de vijand. Hij dacht dat hij daar veilig was. Maar uiteindelijk besloot God ervoor dat ook David niet verder kwam bij de Filistijnen. 1 Samuel 29 zien we dat de deur dicht gaat. David mag niet meer mee op de strijd. Want die koning die denkt, ja, ik ben de gek, weet je wel. Hij is eigenlijk een Israëliet, vecht zogenaamd mee met ons. Wat als hij besluit op het slagveld zich ineens om te keren en tegen ons? Dus hij deed de deur dicht en hij zei, joh David, je gaat niet mee vandaag. Hij werd boos, hij flipte, de boel escaleerde, nou, noem allemaal maar op. Alles wat er in de emotie doods uit kan komen, kwam eruit bij David. Hij had er geen zin in. Soms sluit God een deur aan de ene kant, omdat hij je aandacht nodig heeft aan een andere kant. We moeten leren dat we niet gaan zitten huilen voor de deur die sluit. En zeggen, oh heer, waar bent u nou? Ik dacht dat u dit en ik dacht dat u dat. En nu is de deur dicht. Ja, zegt de God. Maar ik heb de deur gesloten, zodat je je aandacht hebt voor een andere kant. Als we dan lezen in 1 Samuel 30, dan staat er 3 dagen later kwam David en zijn man bij Siklag aan. En tijdens hun afwezigheid hadden de Amalekieten een plundertocht ondernomen in de Negev. En ook Siklag hadden ze overvallen. Ze hadden de stad in as gelegd en de vrouwen van jong en oud als gevangenen weggevoerd. En er was niemand gedood, maar ze hadden de vrouwen op hun tocht meegevoerd. En toen David en zijn mannen bij Siklag kwamen en ze zagen dat de stad in as was gelegd en dat hun vrouwen en kinderen waren meegevoerd, begonnen ze luidkeels te jammeren totdat ze geen kracht meer over hadden om te huilen. Kun je het voor je zien? Een groep mannen die zo keihard jankt dat ze geen kracht meer hebben om te janken. Dat is een behoorlijke therapie sessie geweest.
Heel wat tissueboxen waren er nodig. En uiteindelijk veranderden die tranen ook in woede tot David. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Maar zie je, David was bezig met strijden aan het ene front, terwijl er geroofd werd op het andere front. Soms zijn we zo bezig met het strijden, dat we niet eens doorhebben dat de vijand onze kinderen aanvalt. Hoeveel bedieningen heb ik niet kapot zien gaan van mensen die zo bezig waren met hun eigen agenda, dat ze niet door hadden dat er aan de achterkant van de deur gewoon volop geroofd werd. En daarom is het belangrijk dat we altijd alert zijn op de dingen die God aangeeft en de dingen die hij doet. De vijand die komt om te stelen, te roven en vernietigen. Dat is zijn volgorde, die kennen we allemaal. Nou, wat als, laat ik zo zeggen, wat als in jouw leven geroofd is. En ik heb het niet over je financiën, je mooie gouden klokje of je portemonnee. Maar wat als de vijand is gekomen om te roven in je emoties. Je vreugde komt roven. Je energie heeft geroofd. Dus je leeg bent gelopen. Dus je lek bent gegaan. En je loopt dus vast. Je weet niet waar je naartoe moet. Je hebt bepaalde nukkigheden waar je maar niet vanaf komt. Dan is het zo belangrijk om naar de Heer in te zeggen. En zeggen, God, wat wilt u dat ik doe? En dat is wat David deed. 1 Samuel 30, vers 9. David die ging met 600 mannen op weg. En het dal, bij het dal van Bezor gekomen, hielden de achterblijvers halt. 200 man die te uitgeput waren om over het dal te steken. Met 400 man zette David de achtervolging voort. Hier is hij, Siklag. Alles is geroofd en gestolen. En hij heeft één gebed en zegt, God, wat moet ik doen? Moet ik achter ze aan of niet? In andere woorden, moet ik mijn verleden induiken of niet? Moet ik op gaan halen wat is gestolen of moet ik hier in het nu blijven? En God zegt, ga maar. Ga op reis. Ga halen wat ze bij je vandaan hebben gehaald. En hij heeft kracht. Hij gaat met 600 man. En wat er dan vervolgens gebeurt op een bepaald punt, zijn er 200 mannen die niet verder mee kunnen. Ik kan je alvast vertellen dat de reis door je hart is niet voor iedereen weggelegd. En dat betekent niet dat je dan een watje bent. Dat betekent niet dat je dan niet oké bent. Die mannen waren uitgeput. Dat was alles wat ze konden geven. Verder konden ze niet gaan. En toen zei David, we gaan door met 400 anderen. Hun staken het dal over. En daarmee wil ik ook zeggen tegen jou, ik weet niet welk seizoen je zit in je leven. En wat ik je vertel is wat mijn reis is geweest. Maar jouw reis kan anders zijn. Het kan ook zijn dat je zegt, joh David, die vragen ga ik mezelf nooit niet stellen, want ik ben gewoon een vrolijke noot, ik heb niet veel meegemaakt. Ik ga gewoon lekker door het leven. En awesome. Halleluja. Maar voor die mensen die wel pijn hebben of door dingen heen zijn gegaan, zeg ik, het heeft zin je verleden in te gaan. Niet op zoek naar je zonden. Come on. Want die zijn bedekt onder het bloed van het lam. Maar wel degelijk soms om te kijken, waarom gebeuren er nu dingen vandaag? En hoeveel dingen hebben die te maken met eigenlijk waar ik, hoe ik wired ben, hoe ik in elkaar zit? Want dat is een soort van zelfonderzoek voor nodig. Hij ging er achteraan. Nou, onderweg gebeurt er iets opmerkelijks. 1 Samuel 30 vers 11. Onderweg vonden ze een Egyptenaar die bij David werd gebracht. Ik moet bij een Egyptenaar direct, vergeef me dat ik het zeg, aan de shawarma boer denken. Ramses, hier in de binnenstad in Den Haag. Dat is mijn favoriete tent. Altijd als ik in Den Haag ben, dan ga ik een broodje shawarma eten bij Ramses. En iemand is een Egyptenaar. En dat is altijd heerlijk om te zien. Ik ga af en toe met Joyce, maar ik ben ook wel eens met een zusje geweest. En dan kijkt hij alsof ik van vrouw ben veranderd, want hij kent mij wel. Dan leg ik altijd even aan, nee, dat is familie. Maar dat is mijn favoriete plek. Nou, zo'n soort man, die vinden ze onderweg. Beelddenkers, hè? En hij kreeg wat brood te eten. Ze hadden geen shawarma daar. En water te drinken. En ook gaven ze hem een plak met gedroogde vijgen en twee plakken rozijnen. En daardoor kwam hij weer op krachten. Hij had namelijk 3 dagen en 3 nachten niets gegeten of gedronken. 1 Samuel 30 vers 15. David zegt, kun jij mij de weg wijzen naar jullie bende? Kijk, David ontdekte wie die Egyptenaar was. Die Egyptenaar die hoorde bij de vijand. Die hoorde bij die bende die hem had beroofd van alles. En in plaats van dat David gelijk zijn harses insloeg, dacht hij, nee,
Die man die kan ik gebruiken. Hij investeerde zelfs in die man. Gaf hem te eten en te drinken. Want hij werd de sleutel tot zijn overwinning. Ik zeg, joh, zou je me kunnen vertellen? Want je baas heeft je ziek achtergelaten. Wil je mij dan misschien niet helpen? En dan zegt die man, ja, dat wil ik wel doen, antwoordde de Egyptenaar. Maar zweer me dan eerst bij God dat u me niet zult doden of mij aan mijn meester zult uitleveren. Nou, ik heb een vraag aan jou. Wie is de Egyptenaar in jouw leven? Wie heeft God ergens op het pad geplaatst van jouw reis? En in mijn geval is de Egyptenaar iemand die niet van dezelfde kom af is, die een beetje anders naar dingen kijkt als dat ik dat doe, en wellicht inzichten heeft die ik niet heb. En dat is precies wat hij hier bij David. Hij wist dingen die David nodig had. En wat deed hij? Hij investeerde in die Egyptenaar om tot zijn overwinning te komen. Ik ga het even zeggen, gewoon plat. Stel je voor, je bent op reis. Je loopt vast, je ontmoet een therapeut of een psycholoog. Nou, maar ik kom uit een familie waar therapeuten en psychologen een beetje... Mijn opa zei, ja, van die zielenknijpers, weet je wel. Daar hou ik allemaal niet van, dus dat is een beetje mijn beeld erbij. Dus dan denk je, ja, dat is dan een beetje de Egyptenaar. Dat is niet voor mijn komaf, vind ik wat apart. Maar stel je voor dat God die persoon in je leven brengt. Om je tot inzichten te brengen en je te helpen naar de overwinning waar je van kracht tot kracht zult gaan. Sterker nog, je zult hem te eten en te drinken moeten geven. Dus waarschijnlijk kost hij gewoon geld. En hoe mooi is het dat er dat soort mensen zijn. Ik zal je zeggen, we komen uit een generatie waarin we zeggen, ziel, shut up, loof de Heer. Ja toch? Is bijbels. Maar hoe vaak je ook tegen je ziel vertelt dat hij zijn kop moet houden, hij blijft maar bezig. Ben je daar ook al achter? Ook je ziel heeft aandacht en voeding nodig. Weet je hoe je ziel voedt? Daar hebben we een hele mooie serie over mogen hebben. Je ziel wordt gevoed door omgang met andere mensen. Ken je dat? Soms sta je met iemand te praten en na afloop voel je opgebouwd, opgebeurd, die woorden, denk je, wauw, weet je wel, zo, het is heerlijk. Maar soms heb je ook wel eens een avondje gehad, een gesprekje, en dan ben je thuis en ben je helemaal leeggezogen. Ken je dat? Dan heeft iemand heel veel van jouw ziel genomen. En dat is oké, maar dat moet niet zo blijven, want jij moet uiteindelijk ook weer opgebouwd worden. Voeding voor de ziel wordt gevoed, je ziel wordt gevoed door verbinding met andere mensen. En daarom is het zo belangrijk dat je onderdeel bent van de kerk. Dat je onderdeel bent van een connect group. Dat je onderdeel bent dat je niet solo bent. Dat je verbindt met mensen. Het is ontzettend bemoedigend om mensen te ontmoeten die weten wat het is om een bepaalde verantwoordelijkheid in de bediening te dragen. Dat is iets wat Joyce en ik altijd erg van genieten. Dat je gelijken ontmoet. En dan kun je verbinden en dan weet je, oh ja, zo is het. Hiervoor gaan we. Nou, Egyptenaar hield hem. Die hielp hem. En ik ga even een voorbeeldje geven. Nog niet zo lang geleden, ja, er zijn een tweetal voorbeelden die ik kan geven, maar ik neem er één. Ja, we hebben nog even. Zal ik er twee doen dan? You sure? Ja, alleen de voorste rij wil twee. Wilt u ook twee daarbovenin? Oké. Nou, jaren geleden, nou viel mee trouwens, 2 jaar terug, dat is jaren. Was ik op een vistripje, dat is nou eenmaal mijn manco, hou ik van. En ik was dag en nacht aan het vissen met een goede vriend, een week lang op een groot en open water. En het lukte maar niet. Kunnen de grote vissen, konden we het niet vinden. En we deden dat elke dag overdag, want we mochten alleen overdag vissen. En 's morgens vroeg 5 uur opstaan, de hele dag vissen, tot 's avonds laat. We kregen geen aanbeet. En toen op de ene laatste dag kwam er een nogal, ja, bijzondere man langs. Een soort Egyptenaar. Dit keer was het een Roemeen. En woonde in Frankrijk. Schilderde daar of stukte daar of zo. En hij vroeg wat we aan het doen waren. We waren aan het vissen. Hij was aan het snoekvissen. Hij zei, heb je al wat gevangen? Ik zei, we hebben nog niks gevangen. Toen zei hij dit. It happens in the night. It happens in the night. Ik zei, oh, ik zei, dus we moeten tot 's nachts blijven zitten. Hij zegt, yes, it happens in the night. En hij was weg. Ik was niet voorbereid, we hadden geen tenten en dingen mee. Dus ik ben in mijn boot gaan slapen, in mijn boot gekropen onder een dekentje. En midden in de nacht, na 12, liep mijn hengel af. Dikke 20 kilo spiegelkarper. Nou, deze man, dat ene tipje,
is zo'n Egyptenaar. Iemand die weet hoe het daar werkt en die kan je zo de weg laten zien. Soms zijn we zo eigenwijs en aan het worstelen en aan het vechten, terwijl er gewoon mensen zijn die ons kunnen helpen. Nou, een ander voorbeeld is, moet je horen, ik kom uit Pakistan. Dan heb je af en toe Engels en af en toe Nederlands door elkaar. Bij ons in het dorp is een soort, ja, dat noemen we de Ravenlijn, een winkelplaats. En dat is afgesloten met automatische deuren en die gaat dan automatisch open. En ik was onderweg om een frietje te halen, volgens mij van vrijdag of zaterdagavond. En ik loop voorbij en ineens zie ik in mijn ooghoek iemand zwaaien van achter de gesloten deuren, zo. En ik denk, wat raar. Dus ik ernaartoe, ik probeer de deur open te doen, was het een meisje die zat vast in de Ravenlijn. Dus ze was naar binnen gelopen, de deuren waren achter haar dicht gegaan en ze kon er niet meer uit. Ze klopte en ze zei, kunt u me helpen? Ik zei, ja. Ze zegt, is goed, maar ik moet ook even friet halen, weet je. Dus dat is niet precies wat mijn prioriteiten waren. Dus ik zei, nou weet je, ik zeg, bellen we. Dus ik politie bellen, ondertussen frietjes besteld. En long story short. Uiteindelijk weet ik niet precies hoe het is afgelopen. Ik ben niet bij haar gebleven, want de friet werd koud. We moeten gewoon eerlijk zijn. Ik zeg, joh, het komt goed, de politie komt eraan. En de volgende dag is ze daar niet gevonden, dus ze is eruit gehaald. Twee of drie dagen later, letterlijk, loop ik met Joyce op een avond voorbij de Ravenlijn. Diezelfde deur. En wij moeten aan de andere kant van het dorp zijn. En ik weet, als ik door de Ravenlijn loop, dat het korter is, een shortcut. Met nog haar verhaal in mijn achterhoofd, dat zij er dus vast in is komen te zitten, dacht ik, is het nou wel zo slim om dat te doen? Kan ik er niet beter omheen? Maar ik dacht, als er één iemand heeft vastgezeten, hebben ze vast het probleem al opgelost. Ik bedoel, come on, weet je wel. Maar ja, je woont in een dorp. Dus dat gaat altijd niet zo snel als in Den Haag. Ik liep naar binnen met Joyce. En de deur ging achter me dicht. En ik voelde toen een heel onheimisch gevoel. Ik dacht, ja, toch eten. Dus ik liep ook gelijk weer terug en ik zat vast. Ik denk, hoe dom kan je zijn, meneer De Vos? Weet je, je hebt het gisteren nog gezien, of een paar dagen geleden en nu. Dus ik door naar de andere deur, ook dicht. Bellen met het noodnummer. Er gebeurt natuurlijk nooit wat in ons dorp, weet je wel. Dus de desbetreffende persoon die op dienst was, had besloten om een bakje koffie te gaan drinken bij familie. 3 kwartier bij ons vandaan. Dus ik moest nog minimaal 3 kwartier daar wachten. Het was koud, weet je wel. En we waren met z'n tweeën en het was een beetje ongemakkelijk. En ik had een afspraak met een vriend om te gaan sporten. Dus ik bel die vriend op. Ik zeg, joh, even gewoon een heel raar verhaal. I'm kind of stuck. Letterlijk, weet je wel. Ik kon er gewoon niet uit. Dus hij moest natuurlijk een beetje lachen. En toen zei hij, ja, maar wacht even, zegt hij. Wacht even. Hij zegt, mijn vader, zegt hij, mijn schoonvader, die woont in dit appartementencomplex. Hij zegt, misschien weet hij wat je moet doen. Dus ik denk, ja, hij zegt, ik pleeg even een belletje voor je. Dus hij bellen en hij belt terug. David, zegt hij, David. Hij zegt, er zit een knopje. Links boven de deur. En als je daarop drukt, dan ben je eruit. Nou, wij naar de deur. Het knopje ingedrukt. En ja hoor, dat ging niet gewoon open. We liepen naar buiten. Keek naar boven en daar stond zijn schoonvader als een soort lachende grootvader. Heeft gefixt, hè, weet je wel. Maar weet je wat mij dit vertelt? Je kunt worstelen, je kunt vastzitten, maar er zijn mensen die weten waar het knopje zit. Er zijn mensen die weten waar het knopje zit. Het mooiste is 1 Samuel 30 vers 19. Niet het minste of geringste van de buit ontbrak. Alles was bewaard gebleven. Lieve mensen, ik geloof dat jouw heelheid nog op een andere plaats te vinden is. Dat God het beschermd heeft. Dat hij het aan je terug wil geven. Dat hij jou tot die hele persoon wil maken. En misschien nog zelfs veel mooier. Alle kinderen die waren er nog. En alles wat ze verder hadden meegenomen. Alles werd door David mee teruggevoerd. En dan komt dat bekende gedeelte in 1 Samuel 30 vers 22. Onder de mannen die met David waren meegegaan, waren er echter een aantal kwaadwilligen die zeiden, ja,
Omdat die anderen niet zijn meegegaan. Het gaat om die 200 die zijn achtergebleven. Dan gaan we de buit niet met ze delen. Dan gaan we mooi niet aan beginnen. En toen zei David, voor eens en voor al, dat laat het duidelijk zijn. Dat als we een overwinning behalen, dan doen we dat met elkaar. Als familie. En alles wordt gedeeld met iedereen. Amen. Ik zal durven zeggen dat de mensen die de reis hebben durven maken, een zegen kunnen meebrengen voor de mensen die het niet durven. Come on. Wat ik heb gedaan. Het lef, ik weet niet waar ik het vandaan heb gehaald. Misschien heeft het ook te maken met de roeping en de verantwoordelijkheid. Om die kant op te gaan en terug te komen maakt mij in staat om hier vandaag te zijn. En te zeggen, ik heb het gedaan en het is het waard. Je mag het doen, je kunt het doen. God zal je helpen. En als je er doorheen gaat, ga je daarna over van kracht tot kracht. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zo ontzettend belangrijk. Weet je, er is een stukje onbegrip voor verwondheid, emotionele verwondheid en een kind van God zijn. Soms kan je het idee hebben, ja, als ik tot bekering kom, dan is alles in één keer goed. En waarom heeft God dan ook niet in één keer mijn hele ziel, mijn hart, mijn binnenkant gewoon in één keer totaal hersteld? Als je tot geloof komt, wordt je geest wederom geboren. Die is totaal vernieuwd. Dat is je identity in Christ. Maar je bestaat uit geest, ziel en lichaam. Je hebt nog steeds een vleeselijk lichaam. Je hebt ook nog steeds een ziel. En je moet leren heersen vanuit je geest. Het klinkt allemaal ingewikkeld. Over die ziel en over het lichaam. Nou, ik heb een maatje en die is tot bekering gekomen. In één keer van de drugs af. Zo'n radicaal verhaal, weet je wat een heerlijk is. En jaren later kwam er opnieuw weer een worsteling terug. En toen zei hij tegen mij, hij zei, waarom doet God nou niet gewoon nog een keer zo? Dat het dan allemaal weer goed is. Ik zeg, is het een beetje... En begrijp me niet verkeerd, maar kinderen willen dat alles wordt opgelost door hun ouders. Volwassenen durven te gaan staan en te vechten. Ik zeg, God heeft het nu op jouw hart voorzien om volwassen te worden. Hij wil je armen oefenen voor de strijd. En dat betekent dat je met vallen en opstaan steeds krachtiger wordt. Wees niet teleurgesteld als je tegen dingen aanloopt in het leven. Sterker nog, ik ben er heilig van overtuigd dat God je voorbereidt op een prachtige toekomst. En wat heeft het dan mee te maken dat ik naar achter moet? Ken je die kleine opwindautootjes nog? Eerst naar achter. En dan... Als God je roept en je ineens naar achter trekt. Een doorsluit, je aandacht vraagt op een ander gebied. En aan je karakter begint te werken. Dan kun je protesteren of zeggen, prijs God. Dit is het moment, ik word straks afgeschoten. Ja toch? En er is nog zoveel moois. Wat God in één moment kan doen. Zoveel meer dan jij en ik zouden kunnen bidden of beseffen. Nou, vanwege de tijd, ik ga een beetje met een rap tempo doorheen. Maar are you blessed till now? All right. Psalm 23, de Heer is mijn herder. David die zegt dat mij ontbreekt niets. Ik lig in een lekker grazige weide en alles is supermooi. En op Psalm 55, mijn hart krimpt in mijn binnenste. Doodangst heeft mij bevangen. Ik vrees en beef, ik grijp me en ik huiver heel mijn lichaam. Had ik maar vleugels als een duif, dan zou ik opvliegen en neerstrekken. Ver, ver, ver weg. Vluchtgedrag. Kon ik er maar uit als een duif. We hebben het allemaal. Maar was dit dezelfde gast? Het ene moment op het gras, mij ontbreekt niets. Lekker watertje, het is toch heerlijk. En het volgende moment beeft hij van angst. Het is een hart van de mens, het is je ziel. Het is een spookhart. En dan kun je door overvallen worden. Hoe kan dat nou? Gisteren was het nog licht en nu is het ineens duister. Wat als het ineens nacht wordt in je geestelijk leven? Dag en nacht. Dag en nacht. Sommige mensen die begrijpen het niet. Die zeggen, ja, hoe kan het nou nacht worden? Ik dacht dat het nooit nacht zou worden. Nou, de Heer die wil je ook leiden in het donker. En sommige mensen denken, oh, ik heb iets verkeerd gedaan. Ik heb fout gedaan. Ga de andere kant op. Ga door. Het wordt weer ochtend. Het wordt weer dag. Je zult leren. Je zult zien. Maar geef niet op. Ga verder. Push on. Go on. God's with you. Zo belangrijk. Weet je wanneer je erachter komt? Die turbulentie in je leven. Er zijn mensen die zichzelf niet kennen. En wat er dan gebeurt is dat je overvallen wordt door je eigen emoties. En dan doe je dingen waar je achteraf spijt van hebt. Ken je dat? Ben ik de enige? Is ineens heel stil. En dan denk je, hoe had ik dat nou kunnen doen?
Als je op reis gaat door je hart, dan ga je als het ware onderzoeken wat ook een beetje de nasty kanten zijn van jezelf. En weet je wat? Die mogen er zijn. Er is genade voor. Die mag je omarmen. En je mag zeggen, ik weet waarom ik zo reageer, want ik heb iets moeilijks meegemaakt in mijn leven. Dan ga je dat delen met je vrienden om je heen. Als er zo'n momentje komt, dan weet je waar dat vandaan komt. En je wordt ineens rijk, je gaat regeren. Je wordt niet meer gereageerd door je emoties, maar je gaat erboven leren staan. Een voorbeeldje was, ik ging een keer naar Walibi. Weet je, wie houdt er van achtbanen, een aantal mensen. Ja. En één keer per jaar heb je van die Fright Nights met Halloween. Nou, ik ging niet naar de Fright Night, maar ik dacht, ik ga overdag. Weet je, heb ik geen last van al die enge monsters, maar ze hadden alles al klaargemaakt. Ik ging de tunnel in, naar de eerste ride. En dat hebben ze daar nog steeds. Dus als ik het verken, dan zul je het herkennen. Ik liep door een gangetje en ik had het niet aanzien komen. En dan komt er ineens van de zijkant een trein. Alsof er een trein komt. Dus drie grote koplampen, keiharde. Dus ik zat echt gewoon zo plak tegen het behang. Zo door. Maar de eerste volgende keer dat ik daar weer liep, wist ik dat die trein eraan kwam. En werd ik niet overvallen. Want ik wist dat die kwam. Dat is wat God met je wil. Daarom wil hij dat je jezelf leert kennen. Je flipt, maar je weet dat het komt. Je weet dat je het moeilijk vindt als het daarover gaat. Maar je kent jezelf. En je hebt jezelf verteld, hey, het is oké om niet oké te zijn. En er is een kussen van genade voor wie ik ben en in wie ik ben. Mag ik zijn zoals ik ben? En dan ga je ineens door dat dal. Je hebt de traantjes over gelaten. Het is moeilijk geweest, maar daarna begin je op te staan. Dan ga je van kracht tot kracht. Ga naar het einde van mijn verhaal. En dit is misschien wel het allermooiste. En ik word er emotioneel als ik erover begin. Dat is wel een beetje onhandig. Ik ben een wat emotionele jongen. Als dan praat, dan komt het af en toe uit. Dus vergeef me een beetje die emoties. Maar ik ben zo goed geweest in mijn leven. In het evangelie preken op het horizontale niveau. En dat betekent eigenlijk voor iedereen. Ik kon en kan op een podium staan. Maakt niet uit waar, maar en ik kan echt de strings of love, de strengths van de liefde van God aan een ieder aanbieden, hoe ver weg ze ook zijn, hoe diep ze ook gezakt zijn. Ik heb het echt gezien, prostituees, dronkaards, die door Jezus komen gevangen in de liefde van God. Zo gaaf. Maar naar mezelf kon ik soms zo ongenadeloos hard zijn. Ik had het beter moeten weten. Want ik zit toch al zoveel jaar in de kerk. Hey, dit kan ik echt niet meer hebben nu in mijn leven. Zo ver als ik dit nog heb. Zie mezelf nu zo flippen. Dat kan toch echt niet. En God die sprak tot mij. Hij heeft mijn leven veranderd. En zei David, zei hij, hoeveel balken heeft het kruis? Ik zei, ja, twee heer. Eén verticaal. En één horizontaal. En toen zei hij, welke is de langste? Ik zei, ja, ik zit, dat is die verticale. Toen zei hij tegen mij, dat betekent eerst voor jou. Dan voor de wereld. Hij zei, tot nu toe ben je goed geweest in die horizontale. Maar die lange balk, die gaat een stukje dieper. En weet je wat ik merkte? Ik mocht het evangelie preken aan mijn eigen hart. En de momenten dat het moeilijkste is om te doen, is als je faalt. Maar wanneer je daar goed in wordt, ga je van kracht tot kracht. En wordt het heel makkelijk om op dat horizontale niveau op te staan. En heel inclusief naar de wereld te kijken. Stop ermee, alsjeblieft, mezelf te veroordelen. Dat is de oorzaak van veel ellende. Ontvang Gods liefde eerst voor jou. En daarna automatisch voor deze wereld. Zo samen met elkaar gaan bidden. Indien je kunt, wil ik aan je vragen om te gaan staan op de plaats waar je bent. Vader in de hemel, dank u wel. Voor uw tegenwoordigheid hier in CLC Den Haag. Voor uw tegenwoordigheid in Tilburg op dit moment. Dank u God dat u ons met elkaar verbindt. En ook al de mensen die dit naluisteren hier in de app of de livestream. Waar ze ook kijken. Ik bid Gods tegenwoordigheid op jouw huis, of de trein, of de tram, waar je ook bent.
de metro zal vervullen zoals die op dit moment deze plaats vervult. En de boodschap die u aan ons geeft is dat u wist dat wij gebroken aardevaten zijn. En dat het oké is. En dat we in onze gebrokenheid uw liefde mogen vinden en omarmen. Vader, u nodigt ons uit om dat gebed te bidden. Toets mij, zie of er een helloze weg is. Help mij, Heer, om te erkennen en onderkennen wie ik ben en hoe ik met mezelf om mag gaan. En ik bid dat je zult zien dat je grootste zwakte ook je grootste talent is. En dat je ellende uiteindelijk het podium wordt van waaraf je breekt en getuigt. Ook ik mag dat doen. Ja, ik was burn-out, maar kon verder gaan. Ja, ik was depressief, ik vond het moeilijk, maar ik heb de vreugde van het leven gevonden. Ja, ik worstel soms, maar God is bij me. Hier en nu, in dit moment. En dan zegen ik je mee. Ik zegen je met de kracht van God om door het tranendal te trekken en te belanden op die plaats voor het aangezicht van de Heer. Als je zult zeggen, Heer, ik ga van kracht